Hey Emiel, bedankt dat jij onze meldheld bent. Wij bieden jou een bierpakketje aan, een dinerbon van 4, voor als we weer open zijn. En bedankt dat je onze zaak gered hebt. Ja, heel graag gedaan, joh. Ja. En super bedankt. Ik liep van het station eigenlijk naar huis toe. En ik zag hier brandalarm zag ik afgaan. Lichtje aan de buitenkant en dat alarm aan de binnenkant. Dus ik dacht, ik ga even kijken wat er nou aan de hand is. En ik kon niet helemaal duidelijk worden wat er nou was. Of het nou rook was of condens. Maar toch voor zeker maar even de brandweer gebeld. En die was eigenlijk heel snel ter plaatse. Ja, dat was zeker even spannend maandagavond. Ik werd rond een uurtje of 11 thuis gebeld. Door een collega die toevallig langsliep, die hier vol met brandweer zag staan. Net mijn tanden aan poetsen, wilde naar bed, maar hierheen gekomen. Vol met brandweer. Ik denk dat er 3 auto's voor de deur stonden, veel politie. En er waren poetsdoeken gaan broeien. Die hebben 8 uur staan broeien en die zijn in brand gevlogen. Bosje bloemen erbij ook nog. Ook nog eens, jezus. Het uit maar niet op. Alsjeblieft. Super, hey, dankjewel. Hè. Ik werd inderdaad gisteren gebeld door de politie. Van joh, je hebt een melding gedaan. En bij Van der Werf zijn ze heel erg blij. Dus ze zouden graag hier een keertje willen bedanken. Ik ben heel blij met Emiel. Want 10 minuten later en het had nog wel eens veel erger kunnen zijn. Dan hadden we misschien nog wel alleen maar de buitenburen gehad. Voel je jezelf ook de meldheld? Nou ja, onwijs. Ik ben net onwijs in het zonnetje gezet. Ik heb een heerlijk bierpakketje gekregen en een dinerbon en een bloemetje. Dus nee, dat is helemaal leuk.